Nou, ik denk dat we gelijkwaardig waren in de hele wedstrijd. Dat de wedstrijd in balans was. Hun hadden aanvallen, wij hadden aanvallen, hun hadden kansen. Alleen op cruciale momenten ja, valt die in hun voordeel. Ja, je doelt op de penalty bijvoorbeeld, de actie Obispo met Dumfries. Hoe beoordeelde jij dat? Daar heb ik twijfels over wat daar gebeurde. Maar wat ik 100% zeker weet is dat wij een penalty moeten hebben. Die beelden heb ik teruggezien. Dat is een hensbal. Arm is van het lichaam. Rosario? Ja, bal wordt geblokt, is gewoon een penalty. Ik denk zelf, we hebben het eerste helft eigenlijk weggegeven. We hadden redelijk wat kansen. En ja, daarna hun komen er doorheen. We hebben de penalty denk ik teruggekeken. En ja, wat het bleek, ze bleek het wel heel makkelijk gegeven te worden. En maar daarna maken we de 2-1. En we hebben daarna nog wat kansen gekregen. Op het laatste moment nog Timmer af. Dus ja, zuur gevoel. Alleen, ik begrijp niet dat ze hier niet een scheidsrechter voor naar de kant roepen om te laten kijken. Daar begrijp ik echt helemaal niks van. Nee, er is niet voor niets een VAR. Ja, dat lijkt mij ook. Maar als je als VAR zegt, dit is geen penalty, 100%, dat is dus wat er gezegd wordt, dan hoef je de scheidsrechter ook niet te roepen. Dus de scheidsrechter treft denk ik dan ook geen blaam. Dat zit meer bij de VAR. Die moet de scheidsrechter aangeven, nou, er is een twijfel, je moet gaan kijken. Nou, de VAR heeft geconstateerd dat het geen penalty is. Dus ja, dat is dan het verhaal. Los van dit soort cruciale momenten inderdaad, daar heb je absoluut gelijk in. Te weinig afgedwongen, vind jij, Vitesse? Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel dat we alles gegeven hebben en alles gedaan hebben. Of we zijn niet tot hele grote kansen, maar dat is aan de andere kant ook niet gebeurd. Dus de wedstrijd was heel aardig in balans, denk ik. Dat is ook terecht waar je de vragen mee begint. Hadden jullie een puntje verdiend? Ik denk dat we daarop ook een puntje hadden verdiend. Ik was er al ready voor. Ik smakte weer naar een wedstrijd en... Ja, het was het enige eigenlijk, mijn conditie weer omhoog halen en dan ja, was het mezelf inwerken in het team eigenlijk, want ja, voetbal zelf verleden niet, het was echt mijn conditie en ze hebben Vitesse nog niet voor niks gehaald, dus ja, ik ging er wel vanuit dat ik wel zou gaan spelen dan. Ja. Je wil jezelf hier weer op de voetbalkaart zetten? Ja, precies. Ja, naar mijn oude, naar mijn formele club eigenlijk, Hoffenheim zelf ook, gewoon laten zien dat ik er nog steeds ben. En ja, naar de buitenwereld ook gewoon dat ik nog steeds ben, dus daar ben ik nog van plan te gaan.